Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik kom net uit de sessie met echt, ja, ik zeg heel vaak leuke klanten, maar het is wel zo als je helder hebt wat mensen zijn. Ik bedoel, met wat voor soort mensen? Dat klinkt ook alweer zo. Wat voor soort mensen? Maar laat ik het even daarbij houden. Met wat voor soort mensen je het allerliefst samenwerkt. En door daar heel bewust van te zijn, dat kan je op allerlei manieren doen. Ik ben op een gegeven moment een lijstje gaan maken van klanten waar ik echt zoveel energie van de gesprekken krijg. Of heel erg geprikkeld word, of dat het gewoon hartstikke goed voelt. En dat het gewoon super leuk vindt om daarmee te werken. En ik ben ook bij gaan houden bij welk soort vraagstukken of als ik kijk naar profielen van mensen, ik gewoon minder energie krijg. Want ik ben er persoonlijk ook van overtuigd, hè, en er zijn allerlei verschillende andere waarheden mogelijk, maar dat, ja, dat als je helemaal in je element zit, om het even zo te zeggen, dat je doet wat je goed kan met de mensen waar je gewoon echt een goede klik mee hebt, dat je allebei ook vaak het meeste resultaat eruit haalt. En natuurlijk kun je zeggen van, ja, maar misschien zijn juist wel de mensen die je wat lastiger vindt, of waar je minder energie van krijgt, daar zit misschien wel lessen in en zo. En dat kan allemaal, hè? Dat is maar net hoe je ernaar kijkt. Ja, maar ik leer liever die lessen niet op die manier. Daar heb ik wel andere manieren voor, laat ik het zo zeggen. En vandaag had ik weer een klant en ja, die neemt even contact op momenten dat ze daar bijvoorbeeld behoefte heeft om even te sparren. En we hadden het samen over hoe de woorden die je onbewust denkt, om het zo te zeggen, of de gedachten die je onbewust denkt, een effect kunnen hebben op je welzijn, op je stemming, op je gedrag, op je resultaten. En we zijn samen gaan spelen, met behulp van rationeel emotieve training, daar kom ik zo meteen wel even op terug, met ja, het onderzoeken van de gedachten over een bepaalde situatie aan de hand van de wetten van de logica. Daar ga ik nu even niet te diep op in. Als je dit interessant vindt en je zegt ik wil dat ook doen, binnenkort zet ik een cursus die ik al heel lang trouwens klaar heb, maar vergeten was, zet ik online. Dus als je interesse hebt, dan mail of app me even, dan heb ik nog meer de noodzaak om dat zo snel mogelijk online te zetten. Maar we gingen dus kijken naar haar gedachten. En als je kijkt naar gedachten, dan kijk je eigenlijk ook naar woorden. En om even een voorbeeld aan te geven, niet uit de sessie hoor, maar van mezelf. Ik heb de neiging om, als ik bijvoorbeeld te weinig heb geslapen, en te weinig, twee nachten geleden sliep ik een uur ongeveer. En nou, dat vind ik dan te weinig. En vroeger zou ik dan wakker zijn geworden en dan zou ik denken, ik ben kapot, ik ben doodmoe. En soms popt die gedachte ook wel op. Maar als je zegt, ik ben kapot, ik ben doodmoe, hoe kom ik die dag door? Dan zal je brein een soort interventie in gaan zetten. Want die hoort, het klinkt gek dat je denkt, ja, maar dat is toch dan ook het brein? Ja, maar er zijn wel verschillende hersenhelften, of niet hersenhelften, maar hersengebieden actief. Daar ga ik nu even niet op in. Nogmaals, het klinkt gek van, ja, je eigen brein produceert ook die gedachten. Dat klopt. Maar in elk geval, op het moment dat je dus tegen jezelf zegt, ik ben kapot, ik ben doodmoe, hoe kom ik de dag door? Je brein gaat een interventie inzetten, want die hoort, je bent bijna dood en je bent ook bijna kapot. Nou, en het brein wil niet dat jij kapot gaat of dood gaat. Dus die gaat in elk geval proberen dat je zoveel mogelijk energie gaat besparen, zodat je niet dood en kapot gaat. En vaak merk je dat doordat je dan bijvoorbeeld nergens zin in hebt. Je kunt je ene been nog niet voor de andere zetten. En dat is ook natuurlijk het gevolg als je bijvoorbeeld heel erg moe bent. Dat kan. Maar ik zal je zo de andere kant even laten zien als het ware. Het kan dus ook gewoon zijn dat dat een manier is van je brein in je lichaam om jou te beschermen. Om te zorgen dat je niet nog meer energie gaat kwijtraken. Zodat het kritiek wordt. Hè? En dat je dus kapot gaat of dood gaat. Door te spelen met je woorden, want technisch gezien of logisch gezien klopt het natuurlijk ook niet. Je bent niet doodmoe, je bent ook niet kapot. Door andere woorden te kiezen,
Ja, ik heb daar heel erg mee gespeeld. Zelfs als ik dan zo'n gedachte opvoer, want het kan, hè, het is heel lang een bepaalde overtuiging geweest. Dan zeg ik bijvoorbeeld tegen mezelf, of zeggen tegen mezelf is meer het denken van een andere gedachte. Van ik heb inderdaad veel minder geslapen dan dat ik zou willen. En ik ben minder, of ik voel me minder uitgerust. En een andere coach waar ik wel eens heen ging, die zei, er wordt vermoeidheid ervaren. Soms kun je ook een beetje spelen door een ander perspectief aan te nemen. Klinkt een beetje gek, klinkt ook een beetje alsof je afstand neemt van jezelf. Maar het is ook even ervaren bij jezelf wat werkt. Van er wordt vermoeidheid ervaren. Soms helpt dat om even jezelf er niet mee te identificeren, als het ware. Maar door dus gedachten te hebben als, ja, ik heb minder geslapen dan wat ik zou willen. Maar ik heb voldoende energie om te doen wat ik belangrijk vind. Ik heb voldoende energie om een fijne dag te hebben. Ik ben in staat om overdag energie op te doen, om eventjes te rusten. Om energiebronnen aan te boren, waardoor ik toch nog een hele fijne dag zal hebben. Door die gedachte, en 2 dagen geleden, had ik dus een nacht van iets meer dan een uur. En ik had een afspraak van bijna 4 uur achter elkaar. Ik ging samen met een klant een webshop bouwen en cursus software installeren en inrichten. En dat is zo'n beetje mijn achtergrond voordat ik dit deed. En af en toe doe ik dat nog wel. Dat vind ik super, super, super leuk. En wij werken zo goed samen, dat we waren ondertussen ook aan het lunchen. En dan zei ik, ik kon bijna niet praten. En zij snapt wat ik bedoel en ik snap wat zij bedoelt. Dus het was echt een bepaalde chemie en samenwerking. En ik heb tijdens die 4 uren achter elkaar, heb ik me heel energiek en levend gevoeld. En daarna, met wel pauze hoor, had ik weer een sessie. En die was ook super gaaf. Dus je merkt gewoon dat het ook niet per definitie hoeft te zijn dat je dus de hele dag hartstikke doodmoe en kapot voelt. Dat er ook andere vormen van energiebronnen zijn en dat je lichaam echt wel wat kan hebben. En dat je dan misschien niet elk moment van de dag super optimaal voelt. Ja, prima. Maar dat kun je wel aan. En het hoeft ook niet te betekenen dat je bijvoorbeeld, want ik heb dan bijvoorbeeld vaak het gevoel dat ik me minder goed kan concentreren, dat ik minder helder ben. En daar heb ik dan ook weer allerlei ideeën over. Maar op een gegeven moment ben ik ook dat idee ter discussie gaan stellen. Dat ik zelfs, als ik minder heb geslapen dan dat ik wilde, in staat ben om goed werk te leveren. Om heel scherp en helder te kunnen nadenken. Of juist heel erg te koersen op innerlijke kennis, bij wijze van spreken. Of dat mijn intuïtie dan beter gaat werken. Ik noem maar even wat, hè. Dus dit is een voorbeeld. Maar om even terug te gaan naar de sessie. En ik zal niet de letterlijke woorden gebruiken. Maar mensen praten vaak in heel absolute termen. Alles is onzeker. Niets is nog goed. Het is hopeloos. De grond wordt onder mijn voeten vandaan getrokken. Ja, dan zeggen ze meestal iets anders, maar ik kan het even niet letterlijk terughalen. Dat soort gedachten. En die gedachten, als je die gaat geloven als het ware, wordt het overtuiging. En de pest daarvan ook is, dan gaat als het ware een deel aan het stuur zitten. Stel dat iemand over zijn of haar relatie denkt van, zie, we zijn uit elkaar gegroeid. Hij heeft geen aandacht meer voor mij. Hij heeft allerlei irritante eigenschappen. Ik noem maar even wat. Dat zorgt voor bepaalde gevoelens en emoties zoals irritatie. En wat er dan vaak gebeurt is, als je die gedachten dus denkt en je blijft ze denken, dan gaat een deel vaak aan je stuur zitten. Bijvoorbeeld je geïrriteerde kant. En je geïrriteerde kant, die kijkt vanuit het perspectief van irritatie naar alles. En die ziet nog meer kenmerken en dingen aan die persoon die irritant zijn. Dus je kunt je wel voorstellen wat de gevolgen daarvan zijn als je dat deel als het ware aan je stuur laat zitten. Waar gaat dit heen? Nou, dit gaat erheen om te zeggen dat je gedachten die uit woorden bestaan, die kunnen heel erg voelen als de waarheid, als
feitelijk, van het is zo. En als die gedachten helpend zijn, als ze je dienen, als ze ervoor zorgen dat je het leven leidt zoals jij dat wil leiden, nou, dan zou je kunnen stellen, nou, niks meer aan doen. Maar meestal hebben we, ik er last van, en dan is het aan te raden om eens te kijken naar de gedachten die je hebt over de situatie. En dat kan echt fantastisch mooi met Red. Red is echt briljant, vind ik zelf, om dit te doen. Is ook een gedachte, hè? Maar goed, dat even terzijde. Het kan ook door juist even te luisteren naar dat deel van jou die die gedachten produceert. En daar echt even gewoon, ja, echt even serieus te nemen. En dan vervolgens eens te kijken van, oké, maar welke andere kanten heb ik nog meer in mij? En hoe zouden zij naar deze situatie kijken? Hè, bijvoorbeeld vertrouwen of een optimistische kant. Zou er heel anders naar kijken. Eigenlijk wat ik net deed ten aanzien van mijn eigen thema wat ik had. Hè, van ik ben kapot, ik ben doodmoe. Nou, en vertrouwen of een optimistische kant die zou zeggen, nee hoor, je lichaam die kan dit prima aan. Je slaapt voor het grootste gedeelte gewoon heerlijk. Er is voldoende energie. Je zult merken, denk maar zo'n voorgaande keren, dat je toch een hele fijne, mooie dag zult ervaren. En deze dag is niet verloren, hè, want dat kan ook een gedachte dan zijn. Maar nee hoor, je zult gewoon een hele zinvolle, fijne, betekenisvolle dag hebben. Ik noem maar even wat. Dus dat is ook het wisselen van perspectieven. Nou, ik hoop dat het een beetje een logisch geheel is. Soms heb ik van ingeving, dat wil ik dan meteen delen. Maar dan zit er zoveel in mijn hoofd, omdat ik vandaag meerdere sessies heb gehad met zoveel weer leuke inzichten. En nou, eigenlijk zijn het niet per se inzichten, maar dingen waarvan ik bijvoorbeeld merk dat het bij iedereen gewoon goed werkt. En dan raak ik zo enthousiast, dan wil ik eigenlijk liefst alles tegelijkertijd delen, maar dat kan natuurlijk niet. Oh ja, dit is wel leuk om mee af te sluiten trouwens, want veel van mijn klanten hebben een creatief, associatief brein. Er gebeurt veel, zitten, zoals ze het zelf aangeven, veel in het hoofd. En soms kunnen ze wat moeilijker bij het gevoel. Of voelen ze soms juist te veel. Of denken over na. Of nou, whatever. En ik merk dus ook dat coaching is niet gezellig babbelen. Of helemaal niet gezellig babbelen, maar gewoon babbelen en praten. Coaching is gewoon werken. Coaching is het denken. Vooral bewust denken. En ja, heel veel mensen zeggen, oh, ik ben helemaal moe of kapot. ik ben helemaal moe naar zo'n sessie. En dat is ook een manier om er naar te kijken. En ik zeg wel eens, net deed ik dat bij mijn klanten ook, van laten we daar eens mee gaan spelen. Want ik heb ook voor mijn gevoel een intensieve dag gehad met veel gesprekken. En dan zou ik ook een gedachte kunnen hebben, ik ben nu helemaal moe. Ik zeg, maar laten we eens even anders kijken. Laten we eens gewoon zeggen van, oké. Weet je, ons fantastische brein is nu alle informatie aan het herordenen. Is het aan het linken aan situaties in het verleden? Is een bepaalde kennis opnieuw aan het heroverwegen? Is er nieuwe informatie aan het toevoegen? Er gebeurt van alles nu in ons hoofd. Hè, ons fantastische brein is dit aan het ordenen. En die zorgt ervoor dat het allemaal weer op de plek staat, zodat we wat aan hebben. Nou, oké, laten we ons fantastische brein gewoon lekker gaan. Dus wat kunnen wij nu doen? Waar kunnen wij nu onze aandacht aan richten? Wat zullen wij eens doen terwijl dat brein van ons gewoon heerlijk aan het ordenen is, dat voor ons aan het regelen is? En dan zie je vaak dat mensen ook zeggen, dat voelt al heel anders. Het voelt al gewoon heel anders. En vaak ga je ook ander gedrag vertonen. Als je tegen jezelf zegt, ik ben doodmoe, dan wil je misschien alleen maar op de bank zitten Netflixen. Maar als je zegt, ons fantastische brein, want die kan dat, die is nu aan het processen, die is nu dingen aan het herorganiseren. Ja, wat zal ik eens in de tussentijd doen? Nou, ik ga even lekker in de tussentijd, ga ik even naar de intratuin om even een leuke krans voor aan de deur te halen. Ik noem maar even wat, het komt gewoon niet meer op. En kan helemaal niet, want ik heb zo meteen nog wat afspraken. Maar goed, dat. Of terwijl mijn brein dat aan het doen is, ga ik eens even lekker koken. Of ga ik even naar een vriendin. Of ga ik even stofzagen of whatever. Maar je krijgt vaak wel een ander gevoel erbij. En dat is het leuke van spelen met woorden. Dat is ook echt wel de basis van mijn coaching. Om heel kritisch en bewust vooral
naar je woorden te kijken. Dat is ook de reden waarom ik vaak heel veel meeschrijf. En vaak ook letterlijk meeschrijf. Omdat ik echt oplet van, wat zegt iemand hier nou letterlijk? En daarnaar kijken. En daarmee spelen. En wat nuanceren. Of soms zelfs ombuigen als dat lukt. Dat kan echt een wereld van verschil maken. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Als je dacht, hey, dat red, dat lijkt me super interessant. Ik heb ook echt hele mooie boeken die ik echt zou aanraden op mijn boekenlijst staan. Die vind je op wendyborst.nl/boekenlijst. Dus wendyborst.nl/boekenlijst. Onderaan de podcast heb ik ook het linkje opgenomen. En als je zegt, ik wil die videocursus red wel doen, want waar bestaat het uit? Nou, zoals je hoorde, een video en ook een handleiding. En dat wil zeggen een handleiding waarin ik red uitleg en je het stappenplannetje voordoen. Want het is ook het invullen van een formulier. En ik neem je er stap voor stap mee in het invullen van zo'n formulier. Er zitten ook voorbeelden bij, zodat je het gewoon kan gaan doen. Want het is echt een, ja, moet ik het zeggen, het helpt vaak mensen die juist zo druk in het hoofd zijn, dat ze een soort handvat is ook een beetje een shitwoord, maar een hulpmiddel hebben waarbij ze stap voor stap even meegenomen worden om dingen te ordenen, om dingen te kunnen doen. Omdat het brein vaak alle kanten op wil schieten. Dus dat zit in de cursus met wat dingen die je kunt downloaden. Ik heb het jaren geleden al lang voordat ik de coachopleiding ging doen, heb ik dit in trainingen al geleerd. En dan kan je met recht zeggen dat mijn leven, het klinkt wel heel heftig, maar dat is het wel, is echt veranderd door red. Door naar mijn eigen gedachten te kijken, door mijn gedachten te nuanceren, door ruimte te geven aan andere perspectieven om naar iets te kijken. En red is daarvoor echt, ik zeg wel eens red jezelf. Volgens mij is dat ook de titel van een boek die ik dus niet bedacht, maar dat is het wel. Dus je zegt, ik vind dat reuze interessant. Kind, zet die cursus eens een keertje online. Dan geef maar even een geel. Want ik moet nog één dingetje daaraan doen. En dat is ook een beetje vaak een valkuil van zo'n brein. Mijn brein is heel vaak, oh, dat is interessant. Oh, ga ik dat doen. En dan heb ik echt 20 van die half afgemaakte projecten. En hier hoef ik nog maar één dingetje aan te doen. En dan kan die online. Maar ik weet ook, als mensen, oh ja, dat wil ik doen. Dan heb ik nog meer even de motivatie om het gewoon even te doen. Nou, dat was hem. Ik wens jou een hele mooie dag en heel graag tot mijn volgende podcast. Doei!